Welkom. Eén onderwerp Winterzaken. De aanslag gisteravond in Brussel, waarbij twee Zweedse voetbalsupporters zijn gedood. De dader blijkt een uitgeprocedeerde asielzoeker te zijn die op de radar stond, maar niet overal. Hoe kan dit gebeuren? Veel vragen voor minister van Justitie Van Quickenborne en voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. Goedenavond. En welkom aan mijn beide gasten, minister Van Quickenborne, staatssecretaris De Moor. Wij gaan deze uitzending uitgebreid met u bespreken, de situatie na de gebeurtenissen van gisteren. Want we hebben veel vragen over voorgeschiedenis en verantwoordelijkheid en in verband met de aanslag gisteravond in Brussel, waarbij, zoals gezegd, twee Zweedse voetbalsupporters omkwamen. De dader is vanochtend gedood toen hij na een urenlange klopjacht door de politie aangetroffen werd in een café in Schaarbeek. Willem van Mullum maakt een overzicht van een bewogen 24 uur. Het zit hier in mijn geweer. Hij is aan het laden. Bij een schietpartij in Brussel in de buurt van het Sint-Lettenplein zijn er twee doden gevallen. Het gaat om slachtoffers met de Zweedse nationaliteit. Een terreuraanslag in het hart van de hoofdstad vanavond kost het leven aan twee mensen. Een schutter opent het vuur van op zijn motorfiets en schiet in koelen bloede omstaanders neer. Terreurniveau in Brussel is verhoogd naar het hoogste niveau. Mujahid fi sabilillah, doden islamia. En volgens getuigen hadden die twee slachtoffers ook een voetbalshirt aan van de Zweedse ploeg. Dus waren zij hier vermoedelijk in de hoofdstad in het kader van de voetbalwedstrijd tegen de Rode Duivels vanavond. En dat betekent dat de wedstrijd nu wordt gestopt. Gelieve alsjeblieft op jullie plaats te blijven tot de veiligheidsmensen jullie vragen het stadion te verlaten. We hadden niet goed door wat er gebeurde. We hadden niet zoveel informatie. We hebben lang moeten wachten. Een beetje stress wel. Maar we zijn toch blij dat we hier nu buiten zijn en hopelijk veilig thuis geraken. So everybody wants to leave by car or without police escort can go now. And the area around the stadium is secure. De dader die is nog altijd op de vlucht. Er is een klopjacht aan de gang. En het federaal parket heeft het onderzoek naar zich toegetrokken omdat zij op basis van de gegevens die ze hebben ervan uitgaan dat dit dus een terroristische aanslag is. Het zou gaan om een man van Tunesische afkomst die illegaal in ons land verbleef. Die man die is tot nu toe nog niet gevat. De vermoedelijke dader heeft in november 2019 asiel aangevraagd in ons land. In oktober 2020 heeft hij een negatieve beslissing gekregen en kort nadien is hij van de radar verdwenen. Goedemorgen. Ik kom opnieuw extra bij u met meer nieuws over de aanslag die gisteravond gepleegd is in Brussel. We horen net dat de dader opgepakt zou zijn of neergeschoten, maar dat is tot nu toe niet bevestigd. Ja, blijkbaar heeft een getuige hem vanmorgen vroeg gezien in dat café in Schaarbeek. Heeft dan de lokale politie van Schaarbeek verwittigd, die meteen ter plaatse zou zijn gekomen. Er is dan gevuurd in dat café, waarbij die vermoedelijke dader levensgevaarlijk gewond is geraakt. Goedemiddag. De dader van de aanslag in Brussel is dood. Hij is vanochtend neergeschoten. Wat hier gebeurd is verschrikkelijk. Twee Zweden hebben hun leven verloren. We moeten kijken op welke manier wat dit soort zaken, hoe moeilijk dat ook is, hè, dat zien we er in heel Europa, hoe we erin slagen om dit soort zaken te vermijden. Ja, belangrijke vraag gaan we bespreken met Nicole de Moor, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en Vincent van Quickenborne, minister van Justitie. Laat ik bij u beginnen. Meneer van Quickenborne, wat was uw eerste reactie toen u hoorde wat er gisteren aan de hand was? Ja, dat is... we hebben ons lange tijd hebben ons kunnen hoeden voor terroristische aanslagen. We hebben de verschillende kunnen verijdelen de laatste jaren. En dan gebeurt dit. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Op het moment dat mensen feest willen vieren, voetbal is een feest, dan maak je zoiets mee. Mm-hmm. Die beelden waren ook verschrikkelijk. In het hart van onze hoofdstad, in het hart van ons land. Ja, dat kwam heel hard binnen. En voor u, mevrouw de staatssecretaris, had u meteen door
oei, ik zet mij maar beter schrap. Dit zou ook wel eens aan mijn domein kunnen raken. Dit komt voor iedereen binnen als een schok. Hè. Echt in eerste instantie voor de slachtoffers en hun naasten is dit een drama. Maar ook voor de hele samenleving is dit een drama. We zijn daar allemaal heel erg door geraakt. Dus dat kwam bij mij ook zo binnen. Ik ben ook diezelfde avond terug naar Brussel gekeerd en heb net zoals Vincent in het crisiscentrum alles opgevolgd en de nacht doorgebracht. En ik besefte toen ik 's ochtends naar huis belde naar mijn kinderen dat vandaag heel veel ouders tegen hun kinderen hebben moeten uitleggen wat er gebeurd is. Mm-hmm. Dit is echt een drama voor de samenleving ook. Ja, en hoe snel was het voor u duidelijk van oh, deze man, zijn dossier, dat komt op mijn departement toe? Ja, dat is natuurlijk niet meteen duidelijk. In eerste instantie zijn de veiligheidsdiensten, de politie, bezig met het vatten van de dader, met de veiligheidssituatie. Ook de mensen die uit het stadion moesten geëvacueerd worden. Ik denk dat de veiligheidsdiensten daar enorm hard gewerkt hebben. Ook snel en adequaat kunnen reageren hebben om mensen in veiligheid te brengen op een serene manier. En dan uiteindelijk de dader wel te vinden. Maar beetje bij beetje komt dan inderdaad informatie binnen over de identiteit van de betrokkenen. Ja, zelf ook filmpjes gepost, hè? Ja, en het blijkt dan inderdaad om een man te gaan die van Tunesische origine is en die asiel had aangevraagd in ons land, die ondertussen wel geweigerd werd, maar die nog altijd onwettig op het grondgebied verbleef. Daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Tot slot voor dit deel, meneer de minister. Ja, hij is wel urenlang op de loop geweest en de politie heeft hem uiteindelijk kunnen klissen dankzij een tip van een buurtbewoner van de man die hem gezien heeft in dat café. Men heeft heel snel gevonden wie het was, waar hij ook woonde. Men is dan daar geprobeerd, men is daar ook binnengedrongen in dat appartement. Men had gehoopt hem daar aan te treffen. Er waren ook indicaties dat zijn telefoon daar nog zou liggen. Dus er was wel de hoop dat het ging lukken, maar op een bepaald ogenblik hebben we vastgesteld, rond 2 uur 's nachts, dat dat niet het geval was. En dan heeft men een klopjacht georganiseerd. Men heeft eigenlijk alle middelen gebruikt om hem toch te kunnen vinden, inderdaad. Dan heeft het nog tot morgens 7 uur, ja, 8 uur. Ja, dat klopt, inderdaad. Maar als je ziet welke inspanning men geleverd heeft om die man heel snel te vatten, gelukkig zijn er geen bijkomende slachtoffers gevallen. Nee, maar het was wel dankzij een tip van een buurtbewoner. Ja, oké, maar op dat ogenblik zorgen dat iedereen gealerteerd is en de politie was massaal aanwezig. Natuurlijk, dit gaat over Brussel. Als je ziet welke stad dat het is, waar die persoon allemaal zich had kunnen verplaatsen. Dus u zegt, hen valt niks te verwijten, politie? Dat is heel hard gewerkt door de veiligheidsdiensten, absoluut heel hard gewerkt. Met de middelen die ze hadden, denk ik dat ze daar zeker een echte inspanning hebben gedaan. Oké, we praten zo meteen verder, maar laten we eerst wat dieper ingaan op wie die dader precies was. Abdesalem Lassouet is zijn naam. Een Tunesiër van 45. Hij vroeg asiel aan, het is al gezegd, in ons land in 2019, maar kreeg een definitief negatieve beslissing in oktober 2020. Sindsdien verdween hij van de radar, hoewel hij wel bekend was bij de politie voor, en ik citeer, verdachte handelingen, mensensmokkel en veiligheid van de staat, einde citaat. Maar hij stond niet op de OCAT-lijst van geradicaliseerde mogelijke terreurverdachten in ons land. Gisteravond schoot hij 3 mensen neer. 2 van hen lieten het leven. Hoewel zijn asielaanvraag dus was afgewezen en hij het land had moeten verlaten, is de dader al die tijd in Schaarbeek blijven wonen, lijkt het. Stijn Valk en Björn van Laren trokken naar de buurt waar hij woonde. Tramlijnen, onderbroken, afgezette straten en opnieuw internationale pers die neerstrijkt voor een terreurdrama in Brussel. Deze man komt kijken op de plek waar dader Abdesalem Lassouet vanmorgen uiteindelijk is neergeschoten. Mon épouse l'a croisé hier devant un salon de coiffure dans le haut de notre rue, une heure avant son attentat. Elle était un peu choquée par son aspect. Il avait un aspect un peu comme on a l'habitude de voir des gens de chez Al-Qaïda ou Daesh, quoi, c'est-à-dire très radical, très radical. Ook een kilometer verder waar de man woonde, live verslaggevers. Hoe kon dit gebeuren? Iemand die in illegaal verblijf is met ernstige signalen van radicaal gedachtegoed, zonder dat iemand dit in de buurt weet. Lilian Gosset kwam het koppel vaak tegen. Ik zie die man, ik zeg maar, ik ken die man. Dan ben ik hier gekomen en ze zeiden, ja, het is hem, ja. Hij spreekt geen Nederlands. Maar mevrouw is Nederlandstalig, perfect geïntegreerd, alles wat je wilt. De man was hier blijkbaar in illegaal verblijf. Dat is wel iets... Ja, hoeveel illegalen zijn hier niet? Hè?
dat kun je ook niet weten of dat die mensen legaal of illegaal zijn. Dit is de kapperszaak waar Lassouet gisteren rond 18 uur nog was opgemerkt. De zaak van zijn vrouw, een weduwe intussen. Klanten constateren dat de deur gesloten is. Sommige buurtbewoners getuigen liever anoniem. C'est choquant, mais il y a plein de choses qui nous choquent actuellement. Malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que vous croyez que c'est lié à quelque chose? Aucune idée, mais c'est surtout pas lié à l'islam. Il se réclame d'un état, c'est dans sa tête, mais il ne parle pas en notre parole en tant que musulman, pratiquant. Et autour de toutes les personnes que vous allez interroger, il n'y a personne qui va dire oui, je suis d'accord par rapport à ce qu'il a fait. De gebeurtenissen rakelen herinneringen op aan de aanslagen van 7 jaar geleden. Toen waren er ook linken met deze Schaarbeekse buurt. Je pense que ça arrivera encore, mais qu'il faut pas avoir peur. On doit continuer à vivre normalement, à protéger nos enfants et à pas tout rejeter. Il faut pas tout rejeter. C'est pas la faute à tous ceux qui sont ici. Ils y sont pour rien. Ja, mevrouw De Moor, dit was een man die een asielaanvraag had ingediend. Die was afgewezen en die een uitwijzingsbevel had gekregen. Of dat was toch de beslissing. Die had hier eigenlijk niet mogen zijn. Dat klopt, want wie een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, wie een negatieve beslissing krijgt na een asielprocedure, die moet het land verlaten. En ik ga daar niet flauw over doen. We hebben in dit land een probleem van mensen in onwettig verblijf. Te veel mensen zonder papieren leven hier in dit land. En ik denk ook, weet u dat? Dat is heel moeilijk om dat in te schatten, uiteraard, maar die cijfers zijn heel hoog. Het gaat naar schatting tussen de 100.000, 200.000 mensen. Maar het is heel moeilijk om daar een cijfer op te plakken. Dat is dus echt een probleem. En we hebben onder de radar leven. Ja, of die in elk soms geval na een afgewezen asielprocedure hier blijven. Of die hier een visum hadden en langer gebleven zijn dan mochten. Of gewoon illegaal het grondgebied zijn binnengekomen. We hebben in dit land echt een probleem van onwettig verblijf. En we hebben ook de afgelopen decennia daar veel te vaak onduidelijke signalen overgegeven. Wel, in onze samenleving, want we hebben de voorbije jaren ook heel wat debatten daarover gevoerd, hè, over regularisatie van mensen in onwettig verblijf. We hebben zeker de voorbije decennia elke 10 jaar een regularisatiecampagne georganiseerd om mensen in onwettig verblijf dan toch een verblijfsrecht te geven. En wat creëer je daarmee? Valse hoop. Je geeft mensen eigenlijk de indruk dat men gewoon lang genoeg in het land moet blijven om dan uiteindelijk toch een verblijfsrecht te krijgen. En maar nu ligt het is belangrijk dat we daar geen valse hoop over geven. En dus de vraag is, hoe los je dat op? Eén, je moet een duidelijk signaal geven aan mensen. Wie niet in dit land mag blijven, die moet terugkeren. Je moet er natuurlijk ook voor zorgen dat mensen niet van de radar verdwijnen. Mensen moeten opgevolgd worden. En daarin hebben we net geïnvesteerd de afgelopen periode. Ik ben gisteren nog toevallig in het terugkeerloket in Aalst geweest. Dat is een loket van de dienst Vreemdelingenzaken dat we een paar maanden geleden hebben geopend. Dat deel uitmaakt van ons nieuwe terugkeerbeleid, waarbij we individueel iedereen die een bevel krijgt om het grondgebied te verlaten, anklampend willen opvolgen om te vermijden dat mensen van die radar verdwijnen. Oké, want dat is hier wel gebeurd. Ik kom zo nog bij u. Ik wil hier nog even bij blijven stilstaan, want de burgemeester van titelvoerend burgemeester van Schaarbeek is heel boos. Die zei, ik wist helemaal niet dat die man hier op mijn grondgebied verblijft. We gaan even kijken naar wat hij aan uw adres daarover zei. Ja, ik ben kwaak. Ik vraag haar ontslag. Ze liegt. De gemeente speelt geen rol in de schrapping van die man vanuit de wachtregister. Dat deed de dienst Vreemdelingenzaak. Nooit in deze procedure wordt hem gevraagd contact te nemen met de gemeente, een domiciliering te vragen aan de gemeente. De gemeente was nooit op de hoogte ervan. En in het algemeen ben ik kwaad over het feit dat zij biedt geen oplossingen voor die duizenden mensen zonder papier met een bevel het gebied te verlaten. Die blijven overal in de straten, rond de stationen. Dat is onhoudbaar voor de mensen die in die wijken leven, voor de lokale bestuur, voor de lokale politie. Er moet een oplossing komen.
Wat de burgemeester eigenlijk zegt is, zijn asielaanvraag is afgewezen en hij is geschrapt door de dienst vreemdelingenzaken uit het wachtregister en vervolgens bestaat hij niet meer, maar blijkbaar had hij een adres opgegeven in Schaarbeek, woont hij daar en de burgemeester weet van niks en dan gebeurt het. Wel, de schrapping uit het wachtregister heeft niets te maken in C met de asielprocedure, maar met het feit dat de man nooit is ingeschreven in een gemeente. De man heeft nooit een officieel verblijfsadres in ons land opgegeven. De man heeft ook nooit in een opvangcentrum verbleven en in die zin was hij dus ook niet bereikbaar voor de diensten. Hij is ook nooit opgedaagd in het kader van zijn asielprocedure. Hij is nooit opgedaagd voor een gehoor. En dus zegt u, kan ik niks doen? Nee, helemaal niet. En daarom hebben we dat nieuwe beleid nodig. We moeten ervoor zorgen dat iedereen die een negatieve beslissing krijgt, ook individueel opvolging krijgt en dat we die terugkeer kunnen organiseren. Niet het enige wat we moeten doen. Want waar het meestal misloopt in terugkeer, is de relaties met de herkomstlanden. Om die repatriëring te kunnen organiseren van iemand die hier niet mag blijven, moet je ervoor zorgen dat dit ook wordt teruggenomen door de landen van herkomst. En daar trekken wij samen ook aan de kar, want ik weet dat dat ook een probleem is voor justitie. Als mensen niet worden teruggenomen in het kader van terugkeer door hun herkomstlanden, dan kunnen wij die niet repatriëren. En dat is echt een groot probleem. Oudzeer gaat al vele ministers mee. Ik herinner er eentje van uw partij ook, die daarmee worstelde. Niet zo evident. Voor we daar nog op voortgaan. De man stond ook op de radar van de politie, hebt u zelf toegegeven. Maar niet op de OCAT-lijst. Mm-hmm. Omissie, iets over het hoofd gezien daar? Dus de man stond inderdaad niet op de OCAT-lijst. Dus de OCAT-lijst is de terroristenlijst. Dat is een lijst van ongeveer 700 personen die we nauwgezet volgen omdat ze gevaarlijk zijn. De man had geen enkele veroordeling voor strafbare feiten. Wel in Tunesië. Had ook geen strafblad bij ons. Wel in Tunesië. Met andere woorden, hij was niet gekend als gewelddadige extremist. Nee, maar in 2016 is er wel gewaarschuwd vanuit Italië, deze man is geradicaliseerd. Ja, oké. Er is inderdaad een melding geweest in 2016. Een melding die is toegekomen in juli 2016. Die is bekeken geweest, bestudeerd geweest. Die is niet bevestigd geweest door onze dienst. Men heeft daarop gewerkt vanuit onze inlichtingendiensten. Je moet ook weten dat in juli 2016, dat was net tijdens de terreurcrisis, dat er toen tientallen van die meldingen binnenkwamen, dagelijks. Die werden allemaal bekeken, maar veel van die meldingen konden niet bevestigd worden. Dus met andere woorden, toch wel, de man is op de radar gebleven. Want wat hebben we gezien? Maar niet door OCAT, alleen bij... Door de veiligheidsdienst, door de politiediensten, toch wel, is bekeken geweest. En er zijn een aantal meldingen geweest. U heeft ze vermeld in het begin van de uitzending. Ja. Een van de meldingen was verdachte handelingen. Dat ging over het feit dat die man plotseling gezien is aan een moskee. Men heeft dat bekeken, de local taskforce, zoals dat heet. Men heeft dat grondig bekeken, vastgesteld. Er is daar niks aan de hand om ons zorgen over te maken. Maar dan gebeurt dat wat gisteren gebeurt, dan kunt u toch niet zeggen dat die beoordeling van die vier zaken goed is gebeurd. Maar die meldingen, als je die meldingen bekijkt, individueel stuk voor stuk bekijkt, dan hebben die geen uitstaans met gewelddadige extremisten. Er is een melding geweest, een tweede melding, over het feit dat hij een bepaalde man heeft bedreigd in een asielcentrum in Arendonk. En dat is een bedreiging geweest die bekeken is geweest. Men heeft die ook gesignaleerd, die man, heeft die ook gesigned. Maar ook dat had geen uitstaans met gewelddadig extremisme. Met andere woorden, er is geen aanleiding geweest om op bepaald ogenblik te zeggen die man moet nu op de OCAT-lijst verschijnen. Nee, maar wel aanleiding genoeg om blijkbaar de Joint Information Center bij elkaar te roepen. Die zou vandaag bij elkaar gekomen zijn om zich nog eens over zijn profiel te buigen. Ja. Dus dan toch een paar aanwijzingen. Maar net niet de... Belangrijk dat je het dossier daar goed kent. Waarom zou die Joint Information Center bijeenkomen? Dat is een structuur die men plaatsgesteld heeft na de aanslagen van 16. Dat is dat men een voorzorgsmaatregel nam. Want men hoorde toen die persoon die bedreigd werd in het asielcentrum klacht indiende bij de politie, zei, ja, maar die man die is veroordeeld voor terrorisme in Tunesië. Met andere woorden, dat was een stelling die man poneerde. En men heeft dus bij de diensten uit voorzorg, niet omdat er een acute dreiging was, maar uit voorzorg heeft men gezegd, klopt die informatie? En we hebben intussen bevestiging dat die informatie niet klopt. Die man is veroordeeld geweest voor feiten van gemeenrecht in Tunesië, maar niet voor terrorisme. Met andere woorden, de diensten hebben dat wel allemaal goed bekeken. Nu betekent dat dat we geen fouten hebben gemaakt. Uiteraard als er... Mijn volgende vraag. Ook wat legt u de burger uit als... Ja, als er een aanslag gepleegd wordt, als mensen sterven in die omstandigheden, moeten we allemaal in de spiegel kijken. Ik bedoel, we moeten zelfkritisch zijn. Er is geen tijd voor zelfgenoegzaamheid. Ik denk dat de collega het ook verteld heeft. Er is een fundamenteel probleem in ons land.
We botsen op de onwil van bepaalde Noord-Afrikaanse landen. Ook ik als minister van Justitie. In onze gevangenissen zitten 11.500 gedetineerden. Maar wacht, 30... het gaat hier niet over die uitwijzingen. Ja. Het gaat hier over, maar... is er iets over het hoofd gezien door de veiligheidsdiensten? Nee, het gaat over het feit dat als je mensen wil uitzetten en je hoort aan de andere kant zijn in bepaalde landen dat men niet bereid is gelijk wie terug te nemen, zelfs geen criminele illegalen die in onze gevangenis verblijven. Vandaag 11.500 gedetineerden, 30% zijn criminele illegalen. We krijgen die niet teruggestuurd, omdat die landen dat pertinent weigeren. Okay, is er ooit gevraagd aan Tunesië om deze man terug te nemen? Wel, er wordt aan Tunesië heel veel gevraagd om mensen terug te nemen. Alleen maar deze is die man? Samenwerking er niet. Ja, deze man die heeft nooit in contact geweest meer met onze diensten. Dus voor deze man kon de terugkeer zelfs niet georganiseerd worden. Maar ik ben ook heel eerlijk, zelfs als hij wel was geïntercepteerd, dan was die terugkeer naar Tunesië quasi onmogelijk, omdat Tunesië heel slecht meewerkt. Dat is ook de reden waarom ik zelf in Tunesië ben geweest in maart. Ook een van mijn voorgangers heeft dat gedaan. Ook Theo Franken is in Tunesië geweest om over terugkeer te spreken. En eigenlijk zien we dat die strategie niet werkt. Die staatssecretaris voor asiel en migratie die overal, zeker in die landen in Noord-Afrika, gaan vragen om alsjeblieft een beter terugkeerbeleid te hebben. Ik ben alleen in Marokko geweest. Ik ben alleen in Tunesië geweest. En ik ga binnenkort ook alleen naar Algerije. En ik denk echt, zolang wij niet met een steviger, een zwaardere rugzak gaan onderhandelen om alles op tafel te leggen waarover we kunnen onderhandelen. En dat zijn ook handelsinvesteringen en ook ontwikkelingssamenwerking. Zolang we niet in de regering schouder aan schouder staan om samen daarover te gaan spreken, zal het niet lukken. Ja, en ook op het Europees niveau die de premier moeten wij dat doen. Ook in de mond nam. Tot slot voor dit deel. Ik moet zeggen, het is weinig geruststellend. Ik hoor u zeggen, we moeten schouder aan schouder staan met z'n 27. Ook niet nieuwe boodschap. Het gaat al jaren mee. Moet Europese oplossing en we moeten die landen tot terugname dwingen. En u zegt eigenlijk, ja, de gevangenissen zitten al overvol, dus met alle mensen die we zouden moeten uitwijzen, daar is geen plek voor, denk ik dan. En de veiligheidsdiensten zijn ondanks alle checks er niet in geslaagd om te voorkomen wat maar we zetten wel degelijk heel kort. Ik denk, als je natuurlijk, bedoel, als je kijkt met de informatie die we nu hebben, dan zou je natuurlijk zeggen, die veiligheidsdiensten hadden die man sneller en moeten kunnen signaleren. Maar dat is altijd met de kennis die je nu hebt van de feiten. Vanzelfsprekend. Dit ging natuurlijk over een lone wolf, maar dan een man die plots... Daar bent u wel zeker van. Wel, hij heeft wel zware wapens in de informatie die we krijgen, ook van het federaal parket, wijst daarop. Dat is nog niet volledig duidelijk. Maar die man is plots heel snel geradicaliseerd en is overgegaan tot die terroristische aanslag. Dus vergoedelijk. Met de kennis die men heeft op dat ogenblik, waren er ook bij het OCAT geen concrete aanwijzingen om te zeggen, dit zal nu gebeuren. We komen er nog op terug, want we zijn nog niet uitgepraat, maar ik wil eerst even met u en de kijker naar Zweden. Want vanzelfsprekend is de aanslag die hier gisteren plaatsvond, ook in Zweden, helaas groot nieuws. Twee Zweden, een 60er en een 70er, zijn gisteren gedood. Honderden anderen zaten urenlang vast in het Koning Boudewijnstadion nadat de match was gestaakt. Ze moesten wachten tot het veilig was om te vertrekken. Jeroen Vissers is journalist in Zweden, correspondent Scandinavië. Goedenavond, meneer Visser. Ja, hoe reageert men in Zweden op dit moment? Ja, geschokt natuurlijk. Ik ben vandaag de straat op geweest, met veel mensen gesproken. En ja, ze zijn natuurlijk geschokt. Je moet je voorstellen, mensen zaten voetbal te kijken toen de eerste berichten doorkwamen. Dat mensen waren doodgeschoten. Gewoon puur en alleen omdat ze een Zweeds voetbalshirt aan hadden. Zweedse supporters. En dat heeft ze wel toch wel ingehakt hier. Mensen hebben ook het gevoel dat er zoveel slecht nieuws in één keer over Zweden heen komt. Dat hoorde ik ook veel. Je moet weten dat er Zweden veel te lijden heeft gehad de afgelopen weken onder bloedig bendegeweld. Veel aanslagen hier in Stockholm. Natuurlijk de oorlog in Israël en Oekraïne. En nu weer dit hoorde ik ook heel veel. Dus mensen waren aangeslagen. Tegelijkertijd, de Zweden zijn nuchter. Als je ze vraagt, ben je nu bang dat er ook iets gaat gebeuren in Zweden? Dan zeggen ze, dat weet je nooit. Er kan altijd iets gebeuren. Je moet gewoon doorgaan met je leven. Je kan niet binnen blijven zitten. Mm-hmm. Is er in Zweden eigenlijk ook sprake van radicalisering, Jeroen? Belangrijk in dit verband is natuurlijk de Koranverbrandingen. Hè? We hebben afgelopen zomer een verhoging van het terrorisme-dreigingsniveau gezien naar het op één na hoogste niveau. En de belangrijkste oorzaak daarvan was natuurlijk de Koranverbrandingen.
In de zomer hebben we er wel 10 gezien hier in Stockholm. En dat komt omdat Zweden een hele ruime interpretatie heeft van de vrijheid van meningsuiting. Het is heel moeilijk voor de politie om een vergunning, een demonstratievergunning, voor zo'n Koranactie af te wijzen. En het zijn vooral twee immigranten van Irakese afkomst die keer op keer gebruik hebben gemaakt van het recht om een demonstratie met een Koranverbranding te organiseren. En je merkte toen wel dat veel Zweden daar toch wel genoeg van hebben dat dat recht misbruikt wordt door een hele kleine groep, twee mensen in dit geval, en die zulke gevolgen heeft zoals we het nu zien. Dus ja, je kunt verwachten dat de komende tijd een debat op gang komt of er toch echt niet iets sneller moet gebeuren met die wetgeving om iets te doen aan die Koranverbrandingen. Mm-hmm. De regering is er al mee bezig, kijkt momenteel naar een voorstel, maar voor veel Zweden zal dat misschien te langzaam gaan. Wat is eigenlijk de politieke reactie vanuit Zweden op wat hier gisteren is gebeurd? Nou, premier Christensen gaf vandaag een toespraak bij het begin van zijn persconferentie. En hij zei dat hij ook aangeslagen was natuurlijk. En dat de Zweden pal moeten gaan staan voor democratie en de open samenleving. Maar hij legde toch wel vooral de nadruk op dat er wat moet gebeuren aan de veiligheid van Zweden en Europa. Dat Europa moet investeren in de grensbewaking. En dat Zweden dat ook moet doen. Dat we niet langer naïef moeten zijn, zei hij ook. Ja, en dat is eigenlijk wel een boodschap die past bij deze vorig jaar aangetreden centrumrechtse regering, die gedoogsteun krijgt van de radicaal-rechtse Zweden-democraten. Ja, die willen een hard immigratiebeleid en die willen harde maatregelen tegen de vele bendes in Zweden. Dus die reactie past er daarbij. Morgen komt hij naar België om bij een herdenking te zijn op de plek van de aanslag. En we zullen daarna zien wat er in Zweden voor debat op gang komt over de veiligheid in Zweden en buiten Zweden. Jeroen Visser, vanuit Stockholm heel hartelijk dank. En onze collega Bram van de Putten die kon spreken met een Zweedse terreurexpert, Magnus Ranstorp, die niet verbaasd is over wat in Brussel gisteren gebeurde. That we have become a very negative picture about Sweden in the Muslim world because of a disinformation campaign and because of the Quran burning. It was a disaster in the making because in Sweden there has been a raised terrorist threat level. Välkommen till Rapport. Två svenskar har skjutits till döds i ett misstänkt terrordåd i Bryssel. Een terreuraanslag op voetbalsupporters in het hart van Europa. Vermoord omdat ze Zweed zijn. En een dader die daar op sociale media mee uitpakt. We kunnen spreken met Magnus Ranstorp, een gerenommeerd terreurexpert in Zweden, verbonden aan de Militaire Universiteit. Dat de terrorist in Brussel net Zweden viseerde, is volgens hem geen toeval. Want over het Scandinavische land gaan in de moslimwereld al jarenlang allerlei complottheorieën rond. The narrative that was being pushed out was that Swedish social services were taking Muslim kids into care. They were kidnapped. That was the part of the narrative. And that they were exploited. And this was part of an assimilation strategy. And that was broadcast all over the Middle East in all the big outlets, Al Jazeera, Turkish television, etc. En dan zijn er ook nog de Koranverbrandingen begin dit jaar. Eerst door een radicaal rechtspoliticus, een paar maanden later door een Iraakse christen. Het zorgt voor geopolitieke spanningen, protest in het Midden-Oosten en een verhoogd terreurniveau in Zweden. That resulted in that four or five different terrorist organizations directed specific threats against Sweden. Particularly we had ISIL Khorasan in Afghanistan. Several cells. I know also in Belgium there has been individuals arrested with connection to that. They were talking about doing a Charlie Hebdo attack, and therefore I was not surprised that there was a terrorist attack.
Maar voor onze veiligheidsdiensten was het blijkbaar wel een verrassing. Une des choses qu'on n'avait pas remarqué, c'était que le match Suède-Belgique, Belgique-Suède était un match à risque parce qu'on n'avait peut-être pas l'histoire de ces Corans brûlés au début juillet. On s'est dit, il n'y a pas un risque. We learn it's easy to be wise in hindsight. Let me just say that first of all. But maybe thinking through, and it's a joint Belgian-Swedish responsibility, and that was that if there is such a high threat against Sweden. Maybe one could have thought through, maybe there are corridors that can be with more secure, so you move fans in and out of arenas in a more secure fashion. En de oorlog tussen Israël en Hamas zet de spanningen in Europa extra op scherp. Er is de aanslag in Brussel en vorige week ook al een dodelijke steekpartij op een Franse school. Il y a le proviseur adjoint. What I worry about is what this conflict between Israel and Hamas will do over in terms of radicalizing, polarizing populations, which may end up, becoming violent. And we have to sort of be preemptive about this issue and to look at all the different dimensions of this. Ja, preventief en samenwerken, hoor ik hem zeggen. Minister van Quickenborne, is er een foute inschatting gemaakt in verband met het belang van die voetbalmatch gisteren? Het OCAT heeft eerder dit jaar in de zomer een rapport gemaakt om te kijken wat de mogelijke effecten zouden zijn van Koranverbranding, onder meer ook op ons land. Hij heeft toen gezegd van er kunnen eventueel gewelddadige situaties ontstaan. Maar ze hebben gezegd, we hebben geen concrete aanwijzing daarvoor. En met andere woorden, men heeft die inschatting ook geëvalueerd. En dus met andere woorden, men had net voor de wedstrijd ook geen aanwijzing van het feit dat dat zou gebeuren. Waar het geweest bijvoorbeeld dat die persoon enkele dagen tevoren dit had gesignaleerd, een signalement had gegeven, moet u weten... Smiddags heeft hij dat wel al gedaan. Dat onze veiligheidsdiensten zijn speuren voortdurend de sociale media af. We hebben voor vorige week iemand die dreigde geweld te plegen tegen de Joodse gemeenschap hebben kunnen intercepteren. Dat was in Vlaams-Brabant. Maar deze persoon is te laat op de radar gekomen. Mm-hmm. En het OCAT heeft wel de inschatting gedaan over die specifieke Koranverbrandingen. Ja, maar dus het had beter vooraf gekund, het opschakelen van het dreigingsniveau. Het is duidelijk, de Zweden zitten er ook mee, snappen er eigenlijk ook niks van, hè, hoe dit zomaar kon. Ja, uiteraard, we zitten in vrij conflictuele tijden. Onder meer ook het conflict Israël-Hamas. Als dat inderdaad naar ons land komt. Op dit ogenblik is het relatief rustig. Maar goed, wat we gisteravond gezien hebben, blijkt ook dat dat problematisch is. Dat is de reden waarom we nu op niveau 3 zitten. Waarom is dat? Omdat we wel zien dat wat er gebeurd is gisteren eventueel kan gekopieerd worden door zogenaamde copycats of omgekeerde copycats. Dat zijn mensen die dan wraak willen nemen. En dus we nemen geen risico en we hebben dus een verhoogde waakzaamheid ingesteld. Nu in Brussel van 4 naar 3, maar over het hele land 3 intertussen. Ja. Want oorlogswapens zijn blijkbaar courant in omloop als je ook de politie daarover hoort. Deze man gebruikte bijzonder zware wapens. Niet normaal, denk ik dan. Althans, we hebben een bijzonder strenge wapenwetgeving in ons land. En dat is goed. We hebben die trouwens nog verder ook verstrengd. Maar inderdaad, maar, er zijn circuits waar dat circuleert. Ook daar moet strenger tegen opgetreden worden. Dat is evident. Maar ja, goed. Ik denk dat als je de combinatie doet van illegaliteit en dan criminaliteit en dan wapens, dan zitten we in een zeer gevaarlijke cocktail. Dus we moeten daar... Ja, zoals gezegd, echt veel harder tegen strijden. Ik denk dat dat de boodschap moet zijn. Illegaliteit hoort niet in ons land. En zeker criminele illegalen moeten definitief terug naar een land van herkomst. Dan ligt de bal natuurlijk weer in uw kamp. U hebt al een aantal zaken opgesomd waarvan u zegt, daar moeten we werk van maken. Aanklampen, terugkeerbeleid enzovoort. Maar als al die mensen onder de radar kunnen leven... Hoe begint u daar aan? We moeten daar niet alleen werk van maken, we maken daar ook effectief werk van. En ik besef zeer goed dat de uitdaging om tot een beter terugkeerbeleid te komen zeer groot is. Maar er wordt vandaag een aanklampend beleid uitgerold in loketten over het hele land. Die wet wordt ook binnenkort in het parlement gestemd. We sluiten ook meer en meer deals op het Europese toneel. Ik ben hier de afgelopen weken vaak bekritiseerd geweest voor die Tunesië-deal. Het afsluiten van een akkoord tussen Europa en Tunesië. Onder andere om terugkeer te kunnen organiseren. Het is dat soort deals dat we nodig hebben.
En drie. Maar Tunesië heeft zich ook een onbetrouwbare partner getoond. Ja, het is moeilijk. Dat toont net aan dat het moeilijk is om die akkoorden te sluiten en dat je net daar al je gewicht in de schaal moet werpen dat je hebt en dat je ook moet spreken over handelsinvesteringen en ontwikkelingssamenwerking. Ja. En drie, en dat wil ik tot slot ook nog wel eens zeggen, deze man had eigenlijk helemaal niet in een asielprocedure in België moeten zitten. Nee. Het is een man die illegaal het grondgebied is binnengekomen, die in verschillende Europese landen asiel heeft aangevraagd, die daar telkens malen geweigerd werd, doorreizend naar een ander land en opnieuw geweigerd werd en hier in de illegaliteit bleef hangen. Klopt, Noorwegen, Zweden, Italië enzovoort. Een typisch voorbeeld van het falend asielsysteem dat we hebben. Zo'n man die helemaal niet in aanmerking komt voor een asielaanvraag. Het gaat niet om een man die bescherming nodig heeft, daar dient ons asielsysteem niet voor. Zo'n man moet je kunnen tegenhouden aan de buitengrenzen. En dat is exact wat in het nieuwe Europese migratiepact zit, dat we nu onderhandelen. Buitengrenzen waar je onmiddellijk mensen tegenhoudt die geen nood hebben aan bescherming en die niet in die asielprocedure thuis. Dat is inderdaad het grote project dat deze regering naar voren schuift, omdat vanaf januari België voorzitter is van de Europese Unie. Wil u mee uitpakken, begrijpelijk. Maar ondertussen, mensen thuis zullen zich afvragen wat met mensen die hier nu al zijn en die volgens u in theorie terug moeten. Maar hoe? Gaat u ze allemaal zoeken en aanklampen? Is dat zoeken en dan opsluiten? Ik ga heel opsluiten, eerlijk zijn. Wegsturen? Als er vandaag meer dan 100.000 mensen in onwettig verblijf zijn op het grondgebied en ik heb een 500-tal plaatsen beschikbaar in de gesloten centra, dan kan ik vandaag niet al die mensen opsporen. Dat is trouwens ook niet iets dat de dienst Vreemdelingenzaken doet. Hè. De dienst Vreemdelingenzaken geeft mensen een oordeel over hun verblijfssituatie en werkt dan in samenwerking met diensten op het terrein, politiediensten, samen om de terugkeer te kunnen organiseren. Wij zetten daarop in. We breiden de capaciteit in de gesloten centra uit. Daar is een reden waarom we in het begin van deze legislatuur beslist hebben om die capaciteit uit te breiden. We gaan die verdubbelen. Maar zelfs als we ze verdubbeld hebben, dan nog zal dat niet lukken. Vandaar dat we ook echt dat beleid moeten uitrollen om iedereen individueel op te volgen. Zorgen dat mensen niet van de radar verblijven. Samenwerken voor terugkeer met herkomstlanden en daar harder op tafel slaan. Maar vooral ook komen tot een beleid in Europa, eindelijk, waar we meteen aan de buitengrenzen kunnen zeggen jij kan in Europa binnenkomen omdat je bescherming nodig heeft en jij niet. En dat die punt man behoort tot de tweede categorie. Oké. Tot slot, is er iemand van u beiden die zich verantwoordelijk voelt voor wat gisteren is gebeurd? Kijk, ik denk dat we daar echt ook in de spiegel moeten kijken. Ik denk dat het geen zin heeft om nu zelfgenoegzaam te zijn en de fout ligt bij een ander. Morgen hebben we een belangrijke zitting in het parlement. Ik vind dat die zaak tot op de bodem moet worden gekeerd, dat we de waarheid naar boven moeten halen. Ja. En vooral in het belang van slachtoffers en de nabestaanden. Maar verantwoordelijk voelen of verantwoordelijkheid nemen, dat hoor ik u niet zeggen. Maar ik voel mij ook verantwoordelijk. Ik denk dat je ook kritisch moet zijn voor jezelf. En je had dat eventueel kunnen vermijden als bijvoorbeeld informatie nog beter naar boven was gekomen. Laat ons die dysfuncties naar boven brengen. Laat ons daar ook aan repareren. Laat ons ook daar heel bescheiden in zijn. Want maar geen ontslag. Maar ontslag, het ontslag, een ontslag kan er komen op een ogenblik dat men ziet dat er echt dysfuncties zijn geweest. Als blijkt dat bijvoorbeeld dingen echt fundamenteel fout zijn gelopen. Dus ik denk dat die discussie kan gevoerd worden. Maar wat dat veel belangrijker is, is hoe kunnen we vermijden dat in de toekomst dit soort dingen nog gebeurt? Okay, hoe kunnen we zorgen dat criminele illegalen verdwijnen effectief hier naar het buiten? Nog een reactie van mevrouw De Moor? Ik ben het daar helemaal mee eens. Het is een heel belangrijk debat dat morgen wordt gevoerd in het parlement. Het zal ook niet het laatste debat dat daarover wordt gevoerd. Maar verantwoordelijkheid? Ik voel mij elke dag verantwoordelijk voor het beleid dat we voeren. En er is heel veel werk aan de winkel op het vlak van migratie en terugkeer. Dus u zegt, ik blijf zitten, want ik heb nog veel te doen. Begrijp ik. Ik heb gezegd vooral dat we morgen in het parlement een belangrijk debat daarover zullen voeren. Oké. Okay. Ik wil u allebei hartelijk danken voor de komst. Dit was Ter Zake. Ik geef nog even mee dat u morgen het debat waarvan sprake in Villa Politica in de Commissie Binnenlandse Zaken kunt volgen. Naar aanleiding van de aanslag gisteren allemaal te zien om 14:00 op VRT1. Nu is het tijd voor de afspraak met Bart Scholz en zijn gasten. Wat ons betreft, heel graag tot morgen.